Hé, hey, maar even serieus, het ziet inderdaad niet echt... Nee, daar liggen hier van vrede. En de baas en de baas, de gemeente hoeft ze net de bal uit te halen. Oh nee. Wat te zeggen, dat is van ons, dus van een of andere organisatie, hier komen we even veel allemaal. Hij zegt, betaal u toch? Hij moet nog maar de opdracht uitvoeren. Maar die komen zo vandaag komen. Oh zo. Julke, pas op hè. Hier kan toch niks gebeuren, de val? Ja, dan moet je oppassen met verkeer hier een beetje. Het is doodlopend hier, dus de kleinkind moet toch even oppassen. Ja, de buurman helde een oogje in het zicht. Hey. Ja, dat is de politie geweest, dat is een goeie. Oh ja? Ja, dat heeft nooit opgeschreven. Nee, dat heb ik nooit opgeschreven. Nee, dan zou ik me dat nog wel herinneren. Politieman buiten dienst. Ja, zeker. Ik heb er niet gewoon opgeschreven. Dat ging je achterom, denk ik, kom er nu staat even. Ja. Ja, hij heeft er al opgenomen, de plastic. Mooi, hè? Van de broek naar Griekenland, hè? Ja, nee. Ja, inderdaad. Dit soort tafereeltjes, dat zussen alleen op... Ja, maar die zijn gewoon in straat vergeten, hè. Exotische bestemmingen. Oh, die zien gewoon... Dat is toch wel altijd weg, behalve hier achterom, dat zijn ze gaan vergeten. Oh, dat kan het beste gebeuren. Ja, dat is zeker. Hé, hey, luister. Ja. Volgend jaar heb je VC, hè? In de Nieuwstad. Zelf? Ja. Ja, hier die weg, hier achter ligt die, ja. Heb je daar ook nog een... Helemaal niks. Helemaal niks. Niks. Ik ben wel een merkenweg gaan kijken, zo'n je. Goed na het horen, maar de rest... Ik heb er niks mee. Nee. Na het geboren, maar niet van de regen. Nee, van de regen. Nee, de zon was gerend en Bemelen. Bemelenberg, ben je even kijken, denk ik, dat je even door naar Merkelberg. Maar je doet niks met het... Nee, maar ook geen vrijwilligerswerk met het ZLF? Ja, ik heb nog een aanvraag gekregen, dus... zullen we wel vrijwilligers vragen. Maar dan zit ze in de nieuwe buurt, hè. Ik woon hier al 44 jaar. Maar waar de lui van nu staat. Ja? De oude lui. Is dit de nieuwe buurt? Het blijft altijd de nieuwe buurt. De nieuwe buurt? De nieuwe buurt, ja. Dat blijft zo. Maar die van de Schutten, die wonen ook allemaal in de oude buurt uiteraard. Oh, zo. Ja. Het is de nieuwe buurt en ik woon hier al 44 jaar. Maar je ziet van een... Oorspronkelijk? Nee, ik ben van Grevenbeek. Van B. Oh. Dat is een aparte manier van parkeren. Nee, dat zet ik gewoon even goed, hè. Alles, we moeten even op de film. Ik ken alles zien. Ik ken alles. Dat weet ik nog niet. Moeten we dit hoed zenden? Ik dacht er niks meer op. Ik kan de film maken met een versje. Ik dacht die geit in parkeren, maar het is... Nee, ik ga naar de winkel. Ach, je gaat naar de winkel. Ja. Moet ook gebeuren, hè. Ja. Maar niet te veel kopen, hè, want het afval weer het houdt zich hier, nee, het houdt zich hier op, ja. We kopen niet zoveel plastic. Ja, dank je. Oh, dit is alleen het plastic. Plastic, ja. Oh. Dan hoef je ook niet bang te zien dat het gaat stinken, hè? Dat gaat wel stinken, als het lang genoeg leek, hè. Oh, maar hey, vanaf afgelopen vrijdag. Vanaf vrijdag, nou ja, als de zon er flink op schijnt, dan gaat het ook wel stinken. Hé, hey, politieman buiten dienst, hè, huurde ik van ja, de... Ja, met pensioen, hè, met pensioen. Ja, met pensioen. Met pensioen. Dat is gedaan als buiten dienst, hè. Ik huurde van de week nog dat de politiebonden zo enorm aan het klagen zien. Helpt je dat nog een beetje bij? Nou, alleen wat ik huur en zo, dat ze te weinig personeel hebben en... Hoe lang zit je de roet nu? Ik ben nu bijna 2,5 jaar de roet. Word je eraan toe? Ja. Ik heb 46,5 jaar gewerkt bij de politie. Een paar reorganisaties meegemaakt en nu worden ze weer aan het reorganiseren. En dan werd het toch langzaam tijd dat ze, zo vlak voor het pensioen, dat ze toch eens nadenken van jongens, dat is tijd. Want het geeft alleen maar stress, hè, met... Met die reorganisaties van zit ik er mee of zit ik er mee bij? Ze willen allemaal voor de zoveelste keer het wiel uitvingen. En het blijft toch allemaal hetzelfde. Kijk, alles kreeg een andere naam, maar in feite blijft het toch hetzelfde. Word je echt een diender van de stroot? Ja? Ik heb 10 jaar bij de recherche gezeten, toen hoor ik nog bij de Rijkspolitie. En daarna ben ik weer in uniform gegaan en in Zittert. In het Limburgter Veld ben ik wijkagent geweest. Hoe was dat? Wijkagent in het Limburgter Veld? Oh, dat was wel leuk. Ja? Ja, zeker. Dat is altijd gaat te doen, hè. Ja.
Nee, dat was een mooie tijd. En dan praten we over hoe lang geleden? Dat is nog niet zo lang geleden. Dat is misschien een jaar of... De laatste 4 jaar heb ik binnengezeten. Informatie. En doorvuur, zeg maar. En dan heb je even de klaar. Dan kan ik poetsen. Ja, is goed. Dan ben je klaar met poetsen. Nee, maar er is altijd wel wat te doen. Maar ook wel eens in situaties terechtgekomen dat ze denken van... Nou wordt het even spannend. Ja. Toch wel, ja. Ja, dat heb ze altijd. Als ze lui moest aanhouden en die niet met willen. Of kijk, dan moet ze af en toe wel eens geweld gebruiken. Hè. Kijk, en dat wordt nog voor de pepperspray en dat wordt nog niet zo gemakkelijk. Wel een wapenstok? Wapenstok, ja. Ja. Nou ziet je niet. Echt een emis waarvan ik zeg van dat is een... Een politieman. Een beer nee, van een vent. Nee, dat hoeft ook niet, hè. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat ze wel eens mensen tegenover die geest. Want ze zegt van, als die uit de bok vlucht, dan heb ik een probleem. Kijk, dan moet ze geen geweld gaan gebruiken, hè. Dan moet ze hem proberen plat te lullen, hè. Dan moet er zomaar met. Dus er ontstaat enige commotie ja. Achter de schutting. Is huurt die bij jou? Nee, dat nee? Is mijn buurvrouw. Oh, dat is mijn de buurvrouw? Mijn vrouw die helpt zich weg, ja. Oh, oké. Okay. Want? Die had net de krullers in de hoor. Nee, die is wel gisteren naar de kapper geweest, ja. Dus, Nee? Bescheiden mensen allemaal in de nieuwstad, hè? Nou, de meeste is... Hallo, buurvrouw. Hey, maar ziet geen nou stof... Die zijn nog geen echte nieuwstaders in deze... Nee, want ik huurde net van de meneer de heer al 45 jaar woont. Ja, dat is dit noemen ze nog altijd de nieuwe buurt. De nieuwe buurt. Ja, de nieuwe buurt is toch al van 1970 sinds hij begonnen met boeren. Het is nog altijd een nieuwe buurt. Stond geen nou bekend als de Scrabble-keuning van de nieuwstad? Nee. Is dat ook de achternaam of zo? Dat is de achternaam. Ah, ja. Kijk. En wie is er zo creatief geweest met de Scrabble-steentjes? Dat ben ik ook geweest, ja. Toevallig aan het strand geweest in Noordwijk en Katwijk. En daar verkochten ze die? Ja, die kiezen overal. Ik neem ze met en... Nee, ik dacht, de man had ze zelf gebakken, van klei of zo. Nee, dat is gewoon van hout. Oh, dat is van hout? Dat is van hout, ja. Die zitten netjes op het plankje geschroefd en op de moer. Ik denk, de nummer 13, de hong er al. Ik denk, hang ik er nog geen honger van hout, hè. Dat is het. Maar, even terugkomen op de politie. Als ze dan de politiebond huurs klagen, volgens mij ga je ze alleen... In de regio Amsterdam had je al gezegd van daar hebben we 400 extra politiemensen nodig om de zaak een beetje goed in de greep te krijgen. Kent ze dat tij nog keren? Ja, dat is het van jaren. Hè. Dat wisten ze jaren geleden ook al, maar ze hebben slecht opgepast daarboven. Kijk, dat hadden ze toen al moeten aanvullen. Ze wisten dat ze tekort gingen, maar ja, dat is elk jaar zo in de vakantietijd. Hè. Kijk, er gewoon collega's op vakantie die hebben... Schoolkinger, die moet in de schoolvakantie. Ja, en dat zijn toch wel overwegend de meeste collega's die dan schoolgaande kinderen hebben, die dan op vakantie gaan. Hoe lang zit je politieman geweest? 46 jaar. En wat is er in den tijd veranderd, als je kijkt bijvoorbeeld nog alleen al het respect voor de diender? Dat is veel minder, ja. Hoe komt dat? Ik denk ook deels door de opvoeding. Echt hoor? Ja, deels wel. Want volgens mij, jongens de straat op en zoeken ligt daar maar goed. En dan werd de man op de straat, de politie, dan mee geconfronteerd. Dus die moeten dan de taak van de ouders overnemen en hun jeugd proberen op te voeden. Dus de beste, maar dat ging niet altijd zo goed. De vulste om begin met als politieman meer opvoeder dan... Ja, soms wel, ja. Handhaven van de wet. Handhaven van de wet, ja. Als je, ziet je zelf alles bekeurd? Ja. Kan ze door dan onder hoed komen of moet ze dan ook goed betalen? Nee, nu niet meer. Vroeger ging dat nog wel eens met een vlaai met slagroom en zo, maar tegenwoordig niet meer. Oké. Okay. Nu is dat allemaal, dat gaat allemaal naar Leeuwarden, het CIB en dan komt ze dan helemaal ongehoord. Wat was nou het allerleukste van het politiewerk? Het allerleukste?
Het is alles leuk aan. Voor mij was het leukste werk wat er bestond. Ja, echt hoor. Ik ken dus geen ander werk, dat is het. Maar dat was het leukste werk wat er bestond. Omgaan met de lui, neem maar op. Dus dat is elke dag boeten. Lekker in de frisse loog. De meeste tijd kan ze zichzelf indelen wat ze deed. En toch dus, heb je de laatste jaren binnen gezeten, ik heb je? De laatste jaren binnen gezeten, ja. Was dat op eigen verzoek? Nee, dat hebben ze me gevraagd. Oké. Okay. Daar heb ik ook even getwijfeld in het begin, maar... Kijk, er komen steeds meer jongeren. En die zijn toch anders als vier. Als de oude diender. De betrokkenheid is ook minder bij de nieuwe generatie. Althans, dat is mijn mening, hè. Kijk, die werken van vakantie tot vakantie. En dan vinden ze het wel goed. Maar dat geldt toch ook niet voor alle jonge... Dat geldt niet voor alle. Nee. Er zijn nog wel een hobby die echt hard voor de zaak hebben nog. Nou zien we in Nederland ontzettend goed in het maken van regeltjes. Maar handhaving, zoals dat zo mooi... Dat is natuurlijk een probleem, hè. Het toezien erop dat de regels ook worden nageleefd. En de wetten. Ja, kunt dat nog goed? Dat moesten we wel de liever hebben, hè. Ja, daarom vroeg ik het ook. Dan moeten ze wel liever hebben. Kijk, op de eerste plaats moeten ze ook nog liever hebben voor het handhaven. Maar van de andere kant moeten de lui zich ook aanpassen. Kijk, we maken met z'n allen afspraken. We gaan niet meer telefoneren achter het stuur. En toch doen ze het allemaal. Als ik zelf nu de weg op ga en ik kijk wieveel dat er met de telefoon in de hand zit, terwijl ze toch zelf de afspraken maken hebben met Den Haag. Kijk, als ze dat eens zouden laten, dan zou er ook minder gehandhaafd hoeven te worden. Of misschien zonder riebewijs, of neem maar op. Hè. Maar als de maatschappij nou zo verandert dat het maken van afspraken niet meer werkt? Nee, dat werkt toch niet. Dat werkt toch niet. Kijk, er zijn sommigen die houden zich er aan, maar... Er zal altijd lui nodig hebben die op de vingers getikt moeten worden. Dus toch niet... En die dat handhaven dan, hè? Dus toch meer politie? Meer weet ik niet. Kijk, als nu de lui die een beetje verstandiger zijn en dat laten, dan hebben we ook minder politie nodig. Althans, minder. Dan kunnen ze zich op andere taken richten, laat ik het zo zeggen. Op die zaken die nog zogenaamd op de planken liggen. Hè? Boeven vangen. Boeven vangen, juist. Komt het goed met de politie? Dat komt zeker goed. Serieus? Dat ben ik gewoon. Maar dat had hij het nodig? Dat had hij het nodig en dan moet er nog een omvang. Maar daar hoef je ook geen zuin rond te maken? Dat maak ik niet van mijn dingen.